Wij kunnen het ook niet geloven, maar we zijn gewoon genomineerd voor een ring met Streetlab. Stijn, waar gaan we nu heen? We gaan eigenlijk op zoek naar wat tips. Kijk, wij hebben natuurlijk nog nooit legaal over een rode loper gelopen. Normaal weten we niet hoe snel we er overheen moeten om binnen te komen, maar nu moeten we gewoon weten wat de juiste etiketten zijn op een rode loper. Nou, dat weten wij niet. Nee. Dus hebben wij externe kennis ingeschakeld. En daar zijn we nu naar... Gods, dit is ja, dat zei ik toch? Daar zijn we nu naar op weg. Goedemorgen. Hoi. Hi. Daan. Hoi. Jongens, wij zijn redelijk vreemd in de wereld van de glitter en de glamour. Nu zijn wij plots... Niet te zien. Nu zijn wij plots genomineerd voor een gouden televizierring. Ja. Wij hebben geen idee hoe je bijvoorbeeld over een rode loper moet lopen. Nou, het is geen modeshow, hè? Laten we dat voorop stellen. Dus je hoeft niet een soort van heel leuk dansje of pasje te doen. Het is de rode loper zoals die hier ligt, met ongelooflijk veel pers. En een van de dingen die erbij hoort is natuurlijk, wat doen we aan? Ja, ja. Wat vind je ervan? Ja, nou ja, dat knoopje moet even dicht. Van, ik zou dit niet aandoen op de rode loper. Okay. Oh. Nou ja, weet je, ik vind het veel sterker, juist omdat jullie gewoon jong zijn en van alles ondernemen en doen, dat je gewoon een beetje strak daar staat. Ik zie veel meer voor me een soort James Bond-achtige setting, gewoon 4 coole guys in hele mooie strakke smoking, mooie strikjes om, gewoon juist heel clean. Want volgens mij verwachten ze dat niet. Oké, nou dat zijn sowieso wel heel veel bruikbare tips. En wat betreft de rode loper? Ja, je zit bij de top 3. Dat houdt in dat de pers weet dat. En die gaan jullie interviewen en die gaan jullie 100.000 keer op de foto zetten tot je er niet meer tegen kan. De rode loper bij Carré is niet zo heel erg lang, maar lang genoeg om er uiteindelijk misschien wel een half uur over te doen. Jeetje. Oh, ja. Ja. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Nee. Moeten wij anders even voordoen hoe wij over de rode loper gaan? Nou, ga dat eens doen. Ja. Tim Senders, mag ik jou wat vragen? Ja, nee, natuurlijk. Wat wil jij weten? Nee, maar je komt aanrennen, jongen, alsof je haast hebt. Rustig, neem je tijd. Ja, hallo, laat ze genieten van die dure kleding die je aan hebt. Oh, ja. Opnieuw, Tim. Opnieuw. Nog een keer. Maar hier staan ongeveer nog 60 andere mensen. Okay, dus je doet rustig aan. Rustig. En daar komt dat vingertje. Wij zijn nog niet klaar, dat voel ik wel. Ik probeer ook maar wat. Ga je zo tegen de pers praten ook? Ik probeer ook maar wat. Nee, altijd zelfverzekerd. Kijk, de mooi boy. Ja hoor, het is er meteen hè. Ja. Oh. Niet zo snel meneer. Hoi, goeiedag, wat leuk dat je er bent. Hoi. Stuyver-Vliet van Jets, weet je wel, van Streetlab. Oh, hij struikelde al bij de eerste. Stuyver-Vliet, hi. Je bent van Schietlijn. Dat klopt. Gefeliciteerd met de nominatie. Dankjewel. Mensen zeggen vaak dat jij mensen negeert op straat. Waarom doe je dat? Omdat ik er gewoon geen zin in heb. Voel je het zelf beter dan anderen? Dit is natuurlijk gewoon, je zit hem gewoon te pesten. Ja, nou, maar je moet toch een beetje... Ze gaan ook pesten, natuurlijk. Ja? Ja, het is niet alleen maar braaf. Het is niet alleen maar... Tuurlijk niet. Probeer reacties uit te lokken. Dat is logisch. Kijk, jullie zijn er gelijk. Foto's bij de rode loper mag. Dat mag allemaal. Alleen volgende week is die zwarte loper, hè? Is die zwart? Televizierring is zwart meestal. Zwart maar koud. Stem aanstaande donderdag tijdens het Televizierring Gala op ons.